Het geluid van het water maakt mij elke nacht opnieuw toch weer wakker. Het is vandaag 1 februari 1953. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje. Zie jij kans om snel wat EHBO'ers bij elkaar te krijgen? Want de baas die kan 3 platbodems krijgen, maar die moeten we bemannen. Ik zeg, oké, ik zorg voor EHBO'ers. Toen zijn we zo snel mogelijk, waren wij daar. Wij waren eigenlijk een van de eerste die in Zeeland aankwamen. Het was vreselijk. Je zag alleen een woestenij van golven en water. En het was bitterkoud. Het was zo vreselijk koud, want het was om het vriespunt nog. En het stormde op een vreselijke manier. Dus de golven die waren verschrikkelijk hoog. Het was angstaanjagend. Mensen waren in paniek. Je hoorde echt schreeuwen in wanhoop en ellende. We hebben toen in eerste instantie niet veel doden meegenomen. Eigenlijk meer mensen die snel hulp nodig hadden. We hebben aan boord hebben we ook eerste hulp verleend, maar er moesten ook mensen snel naar ziekenhuizen en dergelijke. En die hebben wij in eerste instantie het meeste vervoerd. Ik ben 6 dagen constant op het water geweest daar. 1 ding zal ik nooit vergeten. Die mevrouw die heeft op een gegeven moment, het was een hele hoge boom, en ze heeft zich in de boom heeft ze zich vastgemaakt aan de stam. En dan heeft ze met de centuur heeft ze daar zichzelf die arm vastgebonden. En in die arm boven het water uit zag je een arm met een klein babytje eraan. En toen kwam je dichterbij en toen zag je dat het kindje dood was, want het kindje was bevroren. Ze heeft nooit na kunnen denken van dit gaat dood. Nee, ze heeft gewoon als moeder dit leventje willen redden. Dit beeld heb ik nooit meer kwijtgeraakt. Dit zit in me gegrift. Nog altijd, zelf nu. Dit was voor mij het symbool van leven. Wat je moet doen en wat je kan doen als je om die ander denkt. Als ik terugkijk op het leven wat ik geleefd heb, dan kan ik zien dat het goed geweest is. Het heeft mij gevormd tot de mens die ik nu ben. Er te zijn voor die ander. Gewoon een mens die helpen kan.